Ik ga het hebben over compositie, maar wel wat verder dan de basis. Dus verder, natuurlijk ga ik de regel van derde even benoemen, maar heel kort, gewoon één diaatje. Want we gaan echt veel dieper de materie in. In de schilderkunst zijn bepaalde basisschema's. En dat is vanuit de schilderkunst overgenomen in de fotografie. Als je op Google kijkt en je googelt dus op Centre Pompidou, wat je dan ziet is allemaal, mensen gaan ervoor staan en ze maken allemaal een foto van voor. En het is gewoon een rechthoekig gebouw. Dus wat je krijgt is een foto met een rechthoek. En dan wel met buizen erlangs en zo. Maar een hele saaie foto van echt een heel spannend gebouw. Nou, wat je ook kunt doen, ik ben op het trottoir gaan liggen en er naar boven gefotografeerd. Waardoor een van de bovenhoeken van dat gebouw een driehoek gaat vormen. En dit is symmetrie. Links en rechts is hetzelfde. En hier staat ook nog de tafel en de lampjes in het midden. Nou, vaak is dat dus saai. Hè? Dat zagen we net met die flesjes. Maar hier is dat dus niet saai. Dus het hoeft niet saai te zijn. Laat je er niet van weerhouden om dan gewoon eens te gaan proberen met iets in het midden en symmetrie. Maar dan, hoe maak je dan een foto die betrouwbaar overkomt, die overtuigt, die prettig is om naar te kijken, die blijft hangen, waar mensen op een expositie voor blijven staan, omdat die intrigeert of zo. Nou dat, hè? Hoe maak je nou een boeiende foto? Waarbij we dit moeten bedenken. Ik heb in een natuurfotografenfotoclub gezeten. En daar als er iemand weer foto's van olifanten liet zien, dan dacht ik, oh nee, weer olifanten. Totdat ik zelf in Afrika geweest was. Dus door zelf die ervaring gehad te hebben van hoe ontzettend mooie beesten het zijn. En hoe de familiebanden in zo'n groep zijn. En hoe ze rouwen. En nou, al dat soort dingen echt ervaren te hebben, middenin gestaan te hebben. Kijk je heel anders naar zo'n foto. Dat betekent ook bij de fotobespreking dat de een kan zeggen, ik vind dit van de foto. Of ik krijg er dat gevoel bij. En de ander kan zeggen, nou, herken ik helemaal niet. Maar dat ligt dan aan het filter wat jij hebt aan jouw rugzakje met ervaringen. Nou, wat kun je daar nou mee? Als je fotografeert, let er dan eens op of dingen die bij elkaar horen, volgens jou in de foto, of die ook wat dichter bij elkaar staan dan dingen die niet bij elkaar horen. Wat ik net zei, is het wel nodig dat dat bepaalde onderdeel ook op de foto staat. Wat voegt het toe? Of kan ik het net zo goed weglaten? Vertelt het eigenlijk niks? Nou, en wat ik altijd als opdracht aan mijn gevorderde cursisten meegeef, is maak nou eens een foto die heel rommelig is, maar waarbij ik straks in één oogopslag zie waar het om gaat. Dat laatste, hè? We hebben veel op de foto staan en we willen toch de aandacht hebben naar nou ja, het onderwerp waar het eigenlijk over gaat. Ook weer veel manieren gaan we allemaal doen. Hier, iedereen kijkt naar het rode blaadje. Rood is al een signaalkleur en het rood is ook het enige wat scherp is. Doe gewoon je eigen ding. Weet je, doe wat jij mooi vindt. En ja, ik vind dat je moet weten welke regels er zijn in de compositie en in beeldtaal. Zodat je er bewust van afwijkt en dat je niet meer wat doet. Maar heb gewoon het lef om ervan af te wijken en dan vinden ze je foto maar niet mooi. Hier ben ik echt onverguisd. Ik zat in natuurfotografengroep en hiervan zei men, dit kan echt niet, Lisbeth. Dit is geen natuur, dit licht was er niet, dit is menselijk ingrijpen. Maar dit is al light painting van 15 jaar geleden, denk ik. En toen dacht ik, ja, jullie kunnen me wat. Maar ik ga er gewoon toch mee door. Want ik vind dit leuk. Ten eerste vind ik het gewoon mooie foto's. Maar ten tweede vind ik het heel leuk om hiermee te experimenteren. En vind ik het heel leerzaam voor mezelf. He, want ik leerde allerlei flitstechnieken daardoor goed kennen. Ga echt door op je eigen weg. En laat je daar niet van afhouden. Weet je, want jij vindt het leuk om te doen. Jij wilt ervan leren. Doe dat gewoon ook. Dit helpt. Ga op stap met iemand die iets doet wat jij niet doet. Die hele andere dingen doet. Nou, bijvoorbeeld dat flitsje.
Maar wat dan ook. Gewoon echt iets heel anders doen. En misschien vind je het helemaal niks wat hij doet. Maar je leert er altijd van. Weet je, en zo kom je in ieder geval uit je eigen comfortzone. Als iemand, stel je doet alleen altijd maar portretfotografie. Dan ga eens mee met iemand die popconcerten fotografeert. Of die straatfotografie doet. Hele andere takken van sport. Maar waarvan je gewoon heel veel kunt leren. Nou, dat was hem. Ik ga even terug naar het hele scherm. Brand maar los met vragen.